Ja, we zijn in Breda bij de worstenbroodjeswinkel, want we hebben een berichtje gehad. Tommy Lips, daar staat u. U kent hem misschien wel van deze hits. Oh, Marianne, had ik dat van tevoren geweten. Hallo. Ja, dag hoor. Hallo. Hallo, goeiedag, hoe is het? Ja, goed, heel goed. Ja, want wij zijn hier vanwege jou en vanwege het worstenbrood. Ja, inderdaad. Ik zeg al, Breda, Prinsenhagen, krijgt in Brabant en Nederland de allereerste worstenbroodwinkel. Ja. Met heel veel worstenbroodjes. En wat nou zo heel leuk is, ik ben er heel trots op als bekende Breda naar Prinsenhagenaar, gewoon een eigen worstenbroodje op de markt in de enige echte worstenbroodwinkel. Ja, want deze meneer heeft het worstenbroodje gemaakt dan? Ja, dat klopt. Ja, ja. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Want jij zei ik wil een worstenbroodje of jij zei hij verdient een worstenbroodje? Nou ja, eigenlijk beide. Zeg maar, we hebben elkaar gevonden daarin en we hebben een speciaal receptuur gemaakt. Eigenlijk op Tommy. Een speciaaltje eigenlijk. En Tommy is speciaal, dus een speciaaltje. Ja, wat wilde nou nog meer? Nou ja, niks meer. Het leven is af. Ja, laat dat worstenbroodje maar zien. Nou, ik wou er even in gaan bakken voor jullie, als je dat goed vindt. Nou, daar zeggen wij geen nee tegen. Ja, nou perfect. Ja, ik zou zeggen, loop even mee. De bakkerij? Ja. Ja, daar hebben ze verstopt, denk ik hier. Ja, nou ja, hier in de rijskast, kijk, daar zijn ze. De bovenste, de rode, dat zijn onze tonkes. Speciaal. Ja. En die gaan we nou bakken. Wat heeft dit tommeke, dit worstenbroeike, wat een ander worstenbroeike niet heeft? Ja, eigenlijk alles. De kruiden, ja, kijk maar naar de bovenkant. Heb jij ooit zo'n worstenbroeike gezien? Nee, ja, een rode worstenbroeike, die zit er ook nog wat in het worstenbroeike. Ja, ja, daar zitten dus ook weer speciale kruiden in en uitje en van alles. Een uitje? Een uitje, ja. Een lekker een uitje. Nou, ik ben benieuwd. Zal ik hem gaan bakken? Nou, ik dacht dat je nooit zou vragen. Ja, nee, daarom. Ja. Want anders kunnen we niet proeven ook natuurlijk. Nee, ik ben er helemaal klaar voor. Het duurt nog 6 minuten voordat de broodjes klaar zijn. Dus ik zeg, tijd voor muziek, Tommy. Nou ja, dat doen we nog een nummerke ondertussen. Gezellig. Deze doen? Ja, die gaan we doen. Gezellig. Had ik dat van tevoren geweten? Oh, Marianne, nou dan had ik het echt niet gedaan. Ja, la, la, ja, la, la, ja, la, la. Ja, la, la, ja, la, la, ja, la, la. Ja, la, la, ja, la, la, ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, la, ja, la, 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 ja, la, 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 ik ben er kapot van. Oh, echt, hè? Ja, echt. Ja, en het is nogal warm bij die ovens. Jullie zeggen, we hebben er gewoon warm van gekregen. Maar ik zou zeggen, het Tommeke maakt het goed aan. Laat het Tommeke maar komen. Nou, dit zijn ze. Ja, dat zijn ze. De enige echte Tommekes. Ja, hoe is dat nou om een eigen worstenbroodje te hebben? Ja, het is nog wel even wennen. Dat is best bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Dat is echt wel heel tof, moet ik zeggen. Ja, nou, ik kan niet meer wachten. Toch? Ik zou zeggen, gewoon proeven. Ja? Welke? Ja, kies er maar één uit. In deze. Ja, dan pak ik in deze. Ja, nou. Oké, nou alleen nog had mijn brood. Wacht even. Oh, is wel lekker. Lekker, hè? Maar hij is echt een beetje pikant. Lekker. Ja, een lekker pikant. Ja, ik zeg al een lekker hartig broodje. Dus daarom een lekker energiebommetje voor de komende carnaval. Maar was de slogan ook alweer? Neem meer carnaval en lekker tommetje voor een lekker energiebommetje.